Bagage kwijt, vertraagd of beschadigd. Wat moet je doen als je bij je vliegreis in problemen komt met je bagage? En ja, wie draait erop voor de eventuele schade? Joyce Donat is van de Consumentenbond en ze weet hopelijk alle antwoorden. Goedemiddag, Joyce. Goedemiddag. Heb je het zelf wel eens gehad dat je koffer niet op de band voorbij kwam? Eén keer. Ik heb het inderdaad één keer gehad. En dat is inderdaad een slopende ervaring. Want je blijft natuurlijk eerst uren bij die bagageband staan. Van nou, hij komt vast nog wel, hij komt vast nog wel. Ja, totdat het besef binnenkomt van nou nee, hij is er echt niet bij. En dan, moet je van alles gaan doen om het te regelen. En was het op de terugweg of op de heenweg? Want de terugweg kan mij niet zoveel schelen, maar heenweg? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, de terugweg. Want ik kan me herinneren dat het netjes thuis werd afgeleverd. Ja, ik heb het dus één keer gehad inderdaad, toen ik op vakantie ging. Hè? Uiteindelijk een tandenborstel gekocht daar te plekken en een onderbroekje en alles maar gekocht. Uiteindelijk kwam het dan wel aan. Maar ja, je zit toch wel even met de stress. Wat moet je als eerste doen als je daar staat te wachten en hij komt niet? Nou, als hij niet komt, is eigenlijk het eerste dat je gewoon direct naar de bagageservicebalie van de luchtvaartmaatschappij moet gaan. Daar zal het trouwens wel druk zijn, hè? Want we zien natuurlijk de grote problemen op Schiphol met de bagage. Dus het zal wel druk zijn, maar ja, toch daar naartoe gaan. Je kunt ook gelijk terwijl je toch in de rij staat te wachten, contact proberen op te nemen met je luchtvaartmaatschappij of de site opzoeken van je luchtvaartmaatschappij. Daar staat al wel wat meer informatie. En als je met een pakketreis, als je een pakketreis hebt geboekt, dan ook meteen contact opnemen met je reisorganisatie. Want die nemen heel veel uit handen voor je. Dat is heel fijn. Maar uiteindelijk moet je wel bij die balie zijn. Want daar krijg je een formulier, een zogeheten PIR-formulier. En die moet je dan ter plekke invullen. En dan krijg je twee kopieën mee. Je krijgt twee kopieën, eentje per mail en één op papier. Die moet je goed bewaren, want daarop staan de nummers die je nodig hebt om alles in orde te maken. Ja, wat moet je allemaal invullen? Wat vragen ze dan van je op dat moment? Nou ja, welke bagage, welke vlucht, je naam, je paspoort, nummer, dat soort dingen. Dus allerlei gegevens moet je allemaal invullen. En als je dan uiteindelijk kosten wil claimen, hè, want wat je al zegt, als je op vakantie gaat en je koffer is er niet. Ja, je hebt toch echt toiletartikelen nodig en kleding, dat soort zaken. Nou, dan kan je dat claimen uiteindelijk bij de luchtvaartmaatschappij, want die is verantwoordelijk. En dan moet je niet alleen de bonnetjes van de tandenborstel en de zwembroek en zo inleveren, maar ook het referentienummer van het PIR-formulier, een kopie van je instapkaart, je boardingpas. Dus bewaar die, want er zijn nogal wat mensen die hebben de neiging van, nou, ik zit nu in het vliegtuig, nu heb ik hem niet meer nodig, hoppatee. Maar je moet hem echt bewaren. Ook dat label van je bagage, daar krijg je er ook altijd eentje van. Bewaar die goed. Want dat heb je allemaal nodig om uiteindelijk op te sturen voor je claim, voor je kosten terug te krijgen. Toch, ja, er zijn allemaal van die handelingen die je dan moet doen. Maar je komt wel eens in den vreemde aan. En dan moet je een auto ophalen, heb je afgesproken op een bepaald tijdstip. En dan moet je eerst al die PIR-formulieren, hoor ik, en zo. Dan kom je of je bent in een reisgezelschap en dan moet die hele bus wachten totdat jij die formulieren hebt ingevuld. Het is toch een beetje. Ja, nou ja, met een reisgezelschap. Ja, kijk, als het een georganiseerde reis is, dan heb je dus te maken met een reisorganisatie. En dan moet de hostess van je reisorganisatie het eigenlijk gewoon regelen. Mm-hmm. En dan regelen ze wel dat of de hele bus niet op jou hoeft te wachten. Want dan zorgt ze wel dat je met een taxi nakomt of iets dergelijks. Of ze nemen wat dingen uit de handen zodat jij alvast mee kan. Dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Maar inderdaad, als jij een huurauto moet ophalen, dan moet het niet te lang duren. Over het algemeen, als je een uur later je auto haalt, dat zal niet zo'n probleem zijn. Maar het is wel handig om al bij voorbaat natuurlijk een beetje flexibel te zijn. Niet dat je denkt, nou, ik land om 3:10, dus om 3:30 haal ik mijn auto op. Hou er sowieso een beetje speling, want je weet ook nooit of je vliegtuig vertraagd is of wat dan ook. Dus houden die huurauto leveranciers, die houden daar ook wel rekening mee. Dus daar zou ik me niet zo zorgen om maken. Het is vooral heel veel gedoe. En stress, hè, wat je zegt. En je wil gewoon naar het zwembad. Of je wil gewoon naar huis. Mm.
Dus je ziet ook dat nu met die toestanden bij Schiphol, er steeds meer mensen zijn die denken, nou, ik neem wel de maximale handbagage mee en dan hoef ik niet bij die band te wachten. Ja, sowieso slim, denk ik, hè, om de echt waardevolle spullen in je handbagage mee te nemen, dat je dat daar niet in doet in de koffer. Dat daar dan alleen maar kledingstukken zijn die je eigenlijk gewoon weer terug kan kopen. Zeker, geen waardevolle dingen. Maar soms heb je waardevolle dingen die je gewoon nodig hebt, die je niet in je handbagage mag doen, omdat dat heel beperkt is. Ik weet niet, misschien heb je een hobby waarmee je enorm verrekijk of zo, ik noem maar iets, mee wil nemen. Ja. Geef dat dan van tevoren aan, want dan is dat zo waardevol dat misschien ook wel de schadevergoeding niet voldoet. Er bestaat een schadevergoeding van maximaal €1620 voor als je bagage kwijtraakt. Maar heb je nou duurdere spullen in je koffer zitten, meld dat meteen bij het boeken. Want dan moet je wel iets meer betalen waarschijnlijk. Maar dan krijg je het ook terug als daar iets mis mee gaat. Oh. Oké, dus prima. €1620 per persoon dus kun je claimen. Ja. En dan je koffer, wanneer moet die gevonden zijn? Nou, ze rekenen 3 weken voor in principe. Binnen 3 weken moet koffer gevonden zijn en dan heb je hem dan heb jij nog 3 weken de tijd om de claim te regelen. Okay. Van joh, ik heb dit allemaal in de tussentijd moeten kopen, mm-hmm. enzovoort. Is hij niet binnen 21 dagen gevonden, dan is je koffer officieel kwijt. Dat komt gelukkig niet heel erg veel voor, maar het kan gebeuren. En dan heb je weer 3 weken de tijd om officieel die claim in te in te dienen. Overigens kan het ook zo zijn, dat je koffer vertraagd is en dan krijg je koffer en denk je, nou, mijn koffer is echt helemaal stuk. Ook dan eigenlijk hetzelfde procedure met de beschadigde bagage, moet je al die formulieren invullen. Maar het is wel handig, dat is nog een laatste tip, om foto's te maken voordat je op reis gaat van je koffer aan de buitenkant en aan de binnenkant. Dus aan de buitenkant kun je laten zien, nou, er was niks met mijn koffer aan de hand. En aan de binnenkant kun je bijvoorbeeld laten zien dat je hele dure merkkleding of zo in je koffer had zitten. Dus als het kwijtraakt, dat je dan ook wel een reden hebt om een hoog bedrag te claimen. Ja, doe ik ook altijd met huurauto eventjes goed alles filmen eromheen en zo. Zeker, zeker. Heel belangrijk. Nou, stel je voor, 21 dagen voorbij, koffer officieel weg. Voor je verrekijker krijg je €1600, ik noem maar wat. En een half jaar later wordt hij toch gevonden. Moet je dan het geld weer terugbetalen? Hoe zit dat? Nee hoor, dan hoef je het niet meer terug te betalen. Het is hun regel dat hij na 21 dagen officieel kwijt is. Dus dan gaat alles gewoon volgens procedure. Ja, mocht er een wonder gebeuren dat hij dan een maand later alsnog wordt gevonden, dan heb je gewoon geluk. Dan is het wel de vraag wat er nog allemaal in zit in die koffer en hoe die eruit ziet. Ja, goed zo. Nou, heel trammelant. We hopen niet dat het gaat gebeuren. En dat het, als het gebeurt, goed afgerond wordt in ieder geval. Jozo Nat van de Consumentenbond. Dank je wel.